Yo kijkers, mijn naam is Dante en welkom in een nieuwe video van Roblox. Vandaag ga ik mijn eigen carnaval maken op een pier in het water. Andere mensen maken hier ook een carnaval. En oh my, wat zie ik daar nou? Die guy heeft een mega money stack met een helipad. Oh trouwens, die heb ik ook. Ik heb ook een helikopter, ik heb een buggy. Ik had verwacht dat dit een carnaval game zou zijn, waar je gewoon een carnaval maakt. Dus attracties op de pier, een soort Efteling, maar dan op een pier. Maar blijkbaar krijg je buggies en helikopters, oké? Nee, maar smash even op die like als jij wel eens naar een attractiepark bent geweest of naar de kermis. Ik ben 1 keer naar de kermis geweest en toen ben ik heel ziek geworden en toen ben ik er nooit meer heen geweest. Dat was mijn verhaal van de kermis. Geen leuke ervaring. Ik heb alvast het eerste item gekocht in de game, zodat ik wat geld kon verdienen. Hoeveel hebben we nu? Waar kan ik überhaupt... Oh, hier. $205. Oh, de pier is €5 voor dit. Dat is echt wat meer dan €5. $5. Wat is dit ook? Is dit een soort kussen? Dit ziet er echt uit alsof ik het kan eten. Oh, zie die drukanimatie? Oh, die is sappig. Wacht. Zijn dit mijn kijkers wanneer ze naar mijn video's kijken? Dat weet ik niet. Wat is een teleport? Ik kan het tellen. Dit is een wc. Dit is letterlijk een wc. Oké, dat vind ik wel grappig. Dat ze letterlijk een wc hebben gemaakt. Dat je daarmee kan teleporten. Hier, de fencing kopen we nu. Dat is gewoon de fencing om de pier. Dan de plots. Oh, kijk. Hier komen de attracties. Oh, dit doet me heel erg denken aan Mall Tycoon. Waar je aan de zijkant keuzes hebt. En daarna is er één grand ding. Schuster, ja, dit is letterlijk Mall Tycoon. Beanbag toss. Oh, dan moet je van die dingen gooien. Van die zakjes. Oh, de nostalgie. It's hitting hard. Beanbag toss. Sowieso. No doubt. Oh, ik vind deze type games heel erg leuk. En vooral met de kermis is het best wel leuk. Ik ga het geen carnaval meer noemen, maar kermis. We hebben ook een jetski. Check dit. Oh, dat is zo tof. Oké, buy borders, buy rails, buy bins. Buy beanbags. Moet je gewoon in... Oh, je moet hem hierin gooien. Dat is zo makkelijk. Ik kan letterlijk met mijn arm gewoon even hierheen gaan. Shaking my head. Oké, buy the ticket booth. Yes. Oh, hey man. Hij is zo blij met zijn werk. Ik heb nog nooit... Niemand is blij met dit soort werk. Sorry dat ik het zeg. Oh, kijk. Hier is een customer. Is het net zoals Mall Tycoon dat dit mensen van je vriendenlijst zijn? Hallo? Ze doen volgens mij helemaal niks. Dat is gewoon voor de show en ze buggen. Oh, nee, hij loopt nu gewoon weg. Hij is het zat. Wat? Hem snap ik niet helemaal. Wat is buy? Oh, jemig. Oké, laten we dit allemaal kopen. Gewoon speedrunnen deze handen. Oké, trashcan. Dat is echt een mega trashcan. Kijk hoe klein we zijn, joh. Dit is een bank voor een reus. We zijn gewoon de hobbits of zo. I don't know. Oké, hier. Laten we even geld collecten. Ik hoor krijzende baby's. Dat is accuraat, maar het moet meer gekrijs. Het moet gewoon alleen maar gekrijs. 90%. Er is 90% happiness. Dat is zeer sappig. Wat kunnen we kopen? Hair donuts en balloon darts. Oké, buy seating area. Dit wordt wel echt een dedicated donut shop. Er zijn tafels geplaatst om je donut op te eten. Een gehele 4-persoonstafel voor je donuts. Dit is de leemste stand ooit. Je hebt dan zo'n grote balie. En dan zet je alleen dit neer. Wat is dit nou hier? Buy cash hier. Ik kan een donut kopen. Dank u wel, meneer. Dank u wel. Dank u wel. Oh my. See hoe huge deze donut is. Deze donut is groter dan mijn hand. Oké, dat is een normale... Nee, dat is een normale donut niet. Deze donut is echt mega. Laten we dan maar even voor de volgende stal gaan. Want we hebben enorm veel geld. Ik hoop eventjes een sappige kledingstal te hebben. More game stalls. Archery is super tof. Die kopen we no doubt. Buy backboard. Buy the lanes. Oh, dit had ik gedaan met koning. Spelen, met de koning spelen. Och, nostalgie. Trip down memory lane is deze kermis. Carnaval Tycoon. Laten we de targets kopen. Dan kunnen mensen gaan aimen. Ik heb nog nooit een kruisje in het midden gezien. Dan kopen we nu de sign. En dan de ticket booth voor Archie. We kunnen spelen. Oh my. En bam. Oh, we moeten hem goed aimen. Dat is hem. Dead on. En dan op het midden. Zo. Wat? Ik rage quit. Get me out of here. Ik vind helemaal niks. Ik vind het nu al een stom spel. Buy generator. Oh, wat? Een generator? Ik heb nog nooit zo'n mega generator gezien op het midden van een kermis. Oké, ik ben ook maar 1 keer op een kermis geweest, maar... We hebben nu een uncommon food stall. Oké, een less game. Nou, er komt nu merch. Ik moet merch. Mensen, hier kunnen jullie wings kopen, maar niet alleen wings. Maar ook sappige Clonny Games shirts voor lekker in de zomer. Of misschien een sappige... Clonny Games popsocket. Je kan ze halen op clonnyarmy.nl. We gaan weer door. De reclame is klaar. Oh, hier kunnen mensen gewoon wings kopen. Dan lijkt iedereen een tryhard Roblox player op de kermis. Waarom zou je dat willen? Oké, buy giant wings.
Buy Wings en buy the cashier. Oh, ik kan ook Wings kopen. Dan lijk ik wel echt op een tryhard Roblox player. Oh my god. Ik neem de blauwe. Nee, ik neem de rode voor mijn shirt. Ik voel me nu wel echt een Roblox tryhard. Ik wil even kijken wanneer we de jetski kunnen kopen en de helikopter. Want ik ben hartstikke benieuwd. Ze vliegen echt super sexy in het rond. Dat is een Game Pass. Dat is zo'n waste. Waarom zou je 2 euro besteden hieraan? 2 euro kan je oprecht een zieke game van kopen. Ik weet dat ik dit heel vaak zeg. Maar de meeste games zijn echt een dikke scam. Laten we hier maar lampo's kopen, want we hebben wel even wat belichting nodig. Dan ziet het er wat leuker uit. Weer even meer planten. Hoppa, we besteden al onze cash hier aan. Zo. En een trashcan. Kijk hoe leuk met de palmbomen. Alles erop en eraan. Build more merch sauce. Kijk, dat is hoe ik het wil zien. We gaan nu beginnen aan Clonny Games roeken. Clonny Games jeans. Clonny Games trainingspakken. Hier komt het. De eerste prototype. Haal ze nu op de Clonny Games kermis. Of course. Buy the pins, buy the cashier. Word ik nou gescand? Waar is mijn Clonny Games broek, hè? Mevrouw, weet u toevallig waarom hier geen Clonny Games broek hangen? Die cashier die kan er niet heel erg veel aan doen, maar... What? Waarom hangen hier nou weer geen Clonny Games broeken? Smash even die like als er Clonny Games broeken moeten komen. Wat willen we hier? Ring toss, popcorn. Wat willen ze? More food sauce. Less merch! Wat disgraceful. Oké, laten we hier een popcornstal gaan kopen. Hoppa. Mag ik ook even een bakje popcorn? Woe! Gemiste kans dat je niet... Naam. Laten we een treadmill kopen. Oh, hier kunnen we het gaan uitbreiden. Maar eerst wil ik het pakketje. Stop even met die button show. Wat irritant. Hier kunnen we wel wat dingen kopen, maar ik wil sowieso eerst het pakketje. Dat is veel leuker. Ja, oké. De nieuwe Air's gaan we niet kopen. Oh, trouwens, ik had helemaal geen extra geld nodig. Ik wil eerst even kijken wat die groene knop hierachter is. Daarna gaan we pas echt door. Die vleugels passen zo goed. Build Pier. Maar Buy New Air is toch hetzelfde? I don't know. Oké, laten we hier een pakketje kopen. Oh, wat is dit? Buy Center. Yo, is dit een soort ver... Dit is een mini Ferris wheel. Oké, dit is echt een mini Ferris wheel. 2 karretjes? Are you kidding me? Oké, dit is het raarste Ferris wheel die ik ooit heb gezien. Dit is toch heel klein? Oh nee, we moeten eerst zo'n perron ding maken. Oh ja, oh hij gaat. Ja, kijk, we zitten in de... dat staat er ook zo boven. We zitten in de Ferris wheel. Woehoe. Maar hopen dat het geen Chernobyl is. Ik zit ook echt zo. Ik zit zo alsof dit de stomste ride is van mijn leven. To be fair, hij is ook heel erg klein. Ik wil snel even doorgaan naar de volgende pier. Alleen eerst wil ik even de teleporter kopen, de lamppost en de nieuwe area. En dan even deze dingen kopen. Zo, hier area. Oh, dat is gewoon letterlijk een bloempot. Build more game stalls. Oh, you're getting it. Or merch stalls. Oké, jammer dat die er niet bij staat. Laten we de bowling game gaan maken. Dit is de kleinste bowlingbaan die ik ooit heb gezien. Oké, laten we de pins kopen voor de eerste baan. En dan de bowlingbal. Gewoon echt alleen een losse bal. Dit werkt helemaal niet. Hoe kan ik nou professioneel bowlen op de pier? Unplayable. Zo, en dan kunnen we nu kopen. En daarna moeten we nog de ticketbooth kopen. Kijk, daar staat hij hoor, als een sappige ticketbooth. 24/7 aan het werk. We kunnen ook spelen. Dit werkt waarschijnlijk net zo slecht. Wat gebeurt als een... Oh, bijna. Oké, maar ik moet wel even serieus aimen. We gaan voor het midden. Oh, bijna. Even aimen hier voor schuin. En max. Oh, kijk. Ik blijf doorgaan totdat ik een strike heb. Nee, die belofte ga ik echt niet maken. Die was heel hard. Ah, come on. Wat is dit voor onzin? Come on. Het is niet te doen. Het is oprecht niet te doen. Die dingen hebben echt de kracht van een stuiterbal. Laten we nu de Fanta gaan kopen. Ik ben gaan rage quit bij Roblox Bowlen. Laten we 180.000. Dan zijn we wel even mee zoet. Zo. Nou, waarschijnlijk niet, want ik ga het allemaal in één keer besteden. Hoppa, de Clonny Games brillen. Hopelijk kan ik er ook eentje kopen. Mag ik eentje kopen, mevrouw? Hey, wat is dit nou? Oh man, bro. Ik moet even mijn wings opnieuw gaan halen. Deze guy komt uit Engeland waarschijnlijk. Want wie stopt de conveyors links? Wie doet dat? Welk monster doet dat? Behalve als je in Nieuw-Zeeland woont. Of in Japan. Of in Engeland. Welk monster doet dit? Laten we dan hier... We hebben een rare food stall. En ze zeggen more food stalls. Hier worden ze zo blij. Het blijft ook gewoon 90%. Dat is altijd. Oké, zo. Cashier, alles. Hoppa. De laatste hier. Yeah, let's go. Mag ik ook even een fruitje? Oh, dit is een mega stuk fruit. Naam. Build more game stalls. Penalty shootout. Wat? Dit is ziek. Check dit. Oh, dit is wel tof. Dit is tof. Deze kunnen we ook spelen. Waarschijnlijk is het heel gaar. Oh, deze is de eerste echte leuke. Goal!
Hey, nog een keer. Volgens mij ging die er gewoon echt keihard tegenaan. Wat gebeurt als we een beetje langs? Oké, dat is... Oh, hij heeft hem recht geblokt. Maar dat was crossbar challenge. Maar een crossbar challenge. Oh, die was wel raak hoor. Die was raak. Woe! Wacht eens even. Hoe durf ik ook eigenlijk? Dit, kijk, dit is toch een lief olifantje. Waarom wou ik hem in zijn gezicht trappen? Het spijt me, mensen. Ik ben een disgrace. Ik ben een disgrace. Het is alleen maar food. Buy more foodstuffs. Kijk, dat is geweldig. We willen cotton candy. Cotton candy. Dat is zo rottig om te eten. Dat het al gewoon niet waard is om te kopen. En zo... Oké, het voelt echt best wel nice om te eten. Toen ik dat voor het eerst proefde, dat was echt een surreal experience. Maar het is het niet waard. Het is het niet waard. We gaan de teacups kopen. Wacht, las ik dat nou goed? Ja, ja, dit is mijn favoriete attractie. Dit is mijn favoriete attractie. We gaan de teacups kopen. Je wordt zo misselijk in deze dingen. Dat was een absolute hell. Oké, laten we nu de lamppost gaan kopen. En hier nog een paar dingen. Oh nee, we zijn nog gewoon klaar. Dan gaan we naar de volgende area, mensen. 3, 2, 1, go. Beach unlocked. Wat? We kunnen nu de beach gaan aanpassen. Yo, ik ga niet verder aan de carnaval. Aan de kermis. Even kijken wat we op de beach kunnen doen. Kunnen we daar een enge surfshop maken? Enge beach life? Oh, olifant is enjoying himself. Even lekker archery doen. Oké, wat is dit? Hier kan je letterlijk gewoon... Ja, bomen. Oké, hier een generator. Lekker voor milieu. Midden op het stal. Of ik bedoel niet milieu. Zeg ik. Ik bedoel, lekker voor de herrie. Dan zit je hier lekker... Ah. Oh, en dan... Zit je van die generator. Oh, dit is trouwens wel echt een mega zandkasteel. Oh ja, de lamppost op het strand. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Hier kunnen nog wat meer kopen. Oké, dit is niet echt heel exciting wat je hier kan kopen. Zo. Oh my. Wat is dit dan weer? Een boost pad? Yo, maar nu moet... Nee. Dit is een bait om de buggy te kopen. Ik ga de buggy niet kopen. Waarschijnlijk is het heel anticlimax. Maar dit is op zich best wel ziek. Hier, 3, 2, 1. Go! Oh, dat is echt tof. Dat is echt tof. Maar nee. Ik ga niet de buggy kopen. In ieder geval, mensen, ik ga de video hier afsluiten. Smash even op die like als jullie deze video super awesome vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!